Ongeveer 900 kilometer aan wegen in geheel Suriname zal de komende periode worden aangepakt. De Wegenautoriteit Suriname heeft afgelopen vrijdag contracten ondertekend met aannemers voor het onderhouden van bermen op de primaire wegen en andere belangrijke verbindingswegen. Ruim 94 aannemers zijn hiervoor in aanmerking gekomen. Om in aanmerking te komen voor deze job moesten de aannemers aan een aantal eisen voldoen. Zo heeft de Wegenautoriteit streng gelet op zaken als veiligheid en moeten bedrijven ook geregistreerd zijn bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Krachelle Josefsson, directeur van Wegenautoriteit Suriname, zegt aan het NII dat het er niet alleen om gaat dat de bermen er netjes uit moeten zien. De Wegenautoriteit zal ook via haar controleurs streng letten op naleving van de overeenkomsten. Josefsson doet tenslotte een oproep aan de samenleving om geen vuil op straat te gooien. Het komt nog te vaak voor dat burgers onbehoorlijk met afval omgaan.